Ik kon 3 uur lang kijken naar de Missiles of October. Binnen 5 minuten is het tijd voor het tweede nieuws, maar eerst laat u al even meekijken naar de film voor volgende week vrijdag. The Deliberate Stranger. Als het volgende vrijdag bijna donker is, laat VTM The Deliberate Stranger op u los. Een moordenaar staat alle vrouwen uit zijn omgeving naar het leven. Vrijdag wordt griezelig goed. A lot of girls disappeared. You'd be surprised. Like Johnny said, makes proud. The hair matched, and the dental chart matched. I'm new around here. Just looking for a little action. Is it because I didn't like it that time when you wanted? Shh. Theodore Robert Bundy. 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 Wereldkampioen rally. Ben je witlof van de wijk? C'est si bon. Lekker samen met jou. C'est si bon. Je bent lekker en fijn. Si bon, si bon. Zo helemaal bistro. C'est si bon. Je brengt ons weer in de sfeer. Bistro diner. Si bon, si bon. Het is heerlijk bistro dineren met jou. Ding dong hop en je bent bij Brandano binnen. Het eerste wat je ziet zijn de botten en bobine. Niemand zal u storen bij het bepalen van uw keus. Leren schoenen puur natuur, is dat niet luxueus? Misschien vind je wel onverwachte schoen van Ossepoes. Of je kan er leren dansen met je Blue Suede Shoes. Baskets en pantoffels, gekleurde zwart of witte. Terwijl de bankbiljetten in je zakken blijven zitten. En ding dong hop, je bent bij Brandano buiten. De parking naast de deur, die bespaart je zere kuiten. Kom dus ook eens langs, we zijn blij u te begroeten. Want onze stil dat is het verwennen van uw voeten. We weten allemaal hoe belangrijk gezonde tanden zijn. Maar aan bloedend tandvlees schenken we heel wat minder aandacht. Fout natuurlijk. Kijk, bloedend tandvlees is een alarmsignaal voor tandvleesontsteking. En later kan het tandvlees terugtrekken. Resultaat, de tand, zelfs een gezonde, gaat verloren. Doe er iets aan. Verzorg dagelijks uw tanden en tandvlees. Gebruik Blendamet. Zijn unieke formule heeft een dubbele werking die zowel het tandvlees als de tanden beschermt. Want om goed te kunnen bijten heb je beide nodig. Juist. Blend dan met tandvleesbescherming. Probeer het. Ook uw tandarts zal het merken. Bij Van de Ven is uw 5000 frank zoveel meer waard. Wooncentrum Van de Ven geeft je lentekriebels. Er zijn nu de allernieuwste tapijten, gordijnen, behang, meubelen, zowel klassiek als modern. Je kiest eruit een groot assortiment fleurige tuinmeubelen. We vertelden het toch al, bij Van de Ven is uw 5000 frank zoveel meer waard. De lekker beksalades van Uncle Ben's. Op 1, 2, 3 zijn ze klaar. En alles wat lekker is, zit erin. Heerlijke salades met rijst of met pasta. Knappend, pittig en fris. Al het fijnste uit de tuin voor lekker bekken als jij en ik. Uncle Ben's. Stella Artois, het bier van het land van het bier. Ruimte geeft.
solomoment. België schort de leningen aan Zaïre op en eist volledige klaarheid over de moorden op studenten aan de Universiteit van Lubumbashi. De leraarsgeschiedenis zijn niet te spreken over het plan van minister Koens om hun vak in het middelbaar onderwijs te beperken. In Brussel zijn ouders van vermiste kinderen uit verschillende landen voor de eerste keer bijeen om hun ervaringen uit te wisselen. VTM Nieuws met Danny Verstraat. Een goede avond. De Belgische regering reageert vrij scherp op de recente gebeurtenissen in de Zaïrese stad Lubumbashi. Een lening van staat tot staat van 350 miljoen aan Zaïre wordt opgeschort. En ons land dringt aan op een snel internationaal onderzoek. Volgens Belgische diplomaten in Zaïre zijn op 11 mei op de campus van Lubumbashi 10 tot 100 studenten gedood, waarschijnlijk door elitetroepen van Mobutu. 10 of 100 doden aan de Universiteit van Lubumbashi. De Belgische regering vindt de toestand in Zaïre in ieder geval ernstig genoeg om onmiddellijk een aantal maatregelen te nemen. Wij zijn in elk geval de mening toegedaan dat zolang er geen klaarheid komt in wat is gebeurd en wat de omstandigheden zijn geweest en wat de verantwoordelijkheden waren, het weinig zin heeft om verder te werken aan de voorbereiding van de grote gemengde commissie tussen beide landen. Het ook geen zin heeft om leningen van staat tot staat toe te kennen. Dus dit alles werd opgeschort. Om klaarheid te scheppen wil België dat een internationale onderzoekscommissie een objectief onderzoek instelt. Gedacht wordt aan het Internationale Rode Kruis, de UNO en Amnesty International. Maar wat als Zaïre die internationale onderzoekscommissie weigert? Dan moet de regering zich opnieuw beraden. Maar ik wil nu reeds verklaren dat als de Zaïrese regering zou weigeren om een internationale organisatie waarvan het krediet boven elke twijfel verheven is, als die regering zou weigeren zo'n commissie te laten werken, dat dit een zeer slechte indruk zou maken op internationaal vlak. De regering vindt dat ze recht heeft op duidelijkheid, gezien de belangrijke financiële akkoorden die 2 maanden geleden met Zaïre werden afgesloten en waarin het respect voor de mensenrechten vervat zit. Wij wensen ons niet te mengen in de binnenlandse aangelegenheden van een bevriend land. Wij wensen ons te houden aan de gemaakte afspraken. En daarin staat zeer duidelijk dat de mensenrechten moeten worden geëerbiedigd. En het is dat punt waarover nu twijfel heerst. En wij wensen dat uitgeklaard te zien vooraleer onze normale samenwerking met Zaïre kan voortgaan. De regering wenst evenmin SP-voorzitter Van den Broeke te volgen. Die suggereerde de ambassadeur terug te roepen en de militaire samenwerking op te schorten. Nee, ik vind dat de ambassadeur ginder meer nodig is dan hier. Er is veel werk ter plekke. En wat die zogenaamde militaire akkoorden betreft, dat zijn geen militaire akkoorden als dusdanig. Het gaat over de aanwezigheid van 100 militairen in een land dat 80 groter is dan België. Ik zou kunnen uitweiden over de militaire aanwezigheid van andere Europese landen in hetzelfde land, die veel aanzienlijker is. Dat punt is niet ter sprake gebracht in de ministerraad en ik heb er ook verder niets aan toe te voegen. Minister Eysken signaleert nog rellen aan de universiteiten van Bukavu en Kisangani. Maar hij zegt dat er geen reden is tot ongerustheid over het lot van de 13.000 Belgen in Zaïre. Het blijft rommelen in de gerechtelijke wereld. Justitieminister Wattelet heeft procureur-generaal Krings gevraagd een disciplinair dossier te openen tegen de procureur des Konings van Nijvel, Jean de Prijtre. Waarom is nog niet bekend. Jean de Prijtre kwam tijdens de afgelopen weken vooral in het nieuws omdat hij met minister Wattelet in conflict was gekomen over de heropening van het dossier Latinus. De procureur van Nijvel zou de onderzoeksrechter onder druk hebben gezet om het dossier over de dood van de extreemrechtse WNP-man in de doofpot te stoppen. Eerder werden de Prijtre al belangrijke fouten in het onderzoek over de bende van Nijvel ten laste gelegd. Is het vak geschiedenis niet langer noodzakelijk voor een goede opleiding? Dat is een vraag die kan worden gesteld nu minister van Onderwijs Koens een decreet klaar heeft waarin hij geschiedenis in het middelbaar onderwijs op de wip zet.
De leraarsgeschiedenis vinden dat in elk geval onbegrijpelijk. Op die manier worden de kennis en de kritische vorming van de jongeren ondermijnd, stellen ze. Als de scholen dat willen, verdwijnen niet alleen de Grieken en de Romeinen, maar de hele geschiedenis uit het lessenpakket. Want volgens het decreet mogen alle scholen voortaan kiezen of ze nog geschiedenis geven of niet. Maatschappelijke vorming en of aardrijkskunde zijn het alternatief. Geen geschiedenis meer is nefast voor de ontplooiing van de jeugd, zeggen de leraars. Geschiedenis brengt kennis bij en een denkmethode. En het verschaft een kritische ingesteldheid. Geschiedenis is in laatste instantie historisch bewustzijn. Dat wil zeggen het besef dat de maatschappij en alles wat daarmee samenhangt gemaakt is, veranderlijk is en veranderbaar is. De leraars noemen het geen toeval dat precies de geschiedenis weer moet inleveren. Geschiedenis was tot 50 jaar geleden maatschappijbevestigend en is na de Tweede Wereldoorlog een maatschappijkritisch vak geworden. Maar dus in de westerse landen, waar geschiedenis geëvolueerd is naar een kritisch analyseren van de maatschappij, heeft blijkbaar de maatschappij zelf of de politieke leiders daar enig gevaar in gezien. Is men blijkbaar meer gediend met burgers die geheugenloos, weerloos, kritiekloos accepteren wat de leiders in al hun wijsheid beslist hebben. Daarbij komt nog dat geschiedenis geen rechtstreeks economisch rendement oplevert, zoals exacte wetenschappen of talen. De belangenorganisaties van het geschiedenisonderwijs gaan nu de koppen bij elkaar steken en zien of ze met eventuele acties de minister nog tot andere gedachten kunnen brengen. In Brussel had voor het eerst een internationale dag van het verdwenen kind plaats. Daar werd vooral gepraat over het probleem van de kinderen die na een echtscheiding door een van de ouders worden ontvoerd. Het aantal neemt de laatste jaren fors toe, ook in ons land. Tientallen ouders uit verschillende landen waren komen opdagen voor de eerste internationale dag van het verdwenen kind. Mensen die wanhopig op zoek zijn naar hun kinderen of ouders die met hun ervaringen anderen willen helpen. Want de meeste ontvoeringen worden gepleegd door een van de ouders in geval van echtscheiding. Voor ons land alleen zijn dat er officieel 435, waarvan de meeste uit Vlaanderen komen. Maar volgens de schattingen van de vereniging Missing Children is dat maar het topje van de ijsberg. De meeste kinderen verdwijnen naar het buitenland, maar ze daar terughalen is erg moeilijk. Bijvoorbeeld in het geval van parentale kidnapping is het heel moeilijk om een Belgische ouder die met zijn kind naar het buitenland verdwenen is, terug naar België te krijgen of gewoon om die te laten aanhouden in het vreemde land. Vermits in België er een straf bestaat gaande van acht dagen tot één jaar. Nu moet men weten dat in België ook de regel bestaat dat geen uitlevering gevraagd wordt beneden de straf van één jaar en één dag. Dus dat is telkenmaal een heel groot gevecht voor de ouders en voor ons, omdat wij hun daarin helpen om deze uitlevering van die ouder te bekomen. Maar niet alleen na de ontvoering is het moeilijk. Heel wat van die gevallen hadden kunnen vermeden worden door het opschorten van het bezoekrecht. Maar rechters zijn daar niet erg gevoelig voor. Wij hadden dus voordien al gevraagd, omdat er een mogelijkheid was voor afschaffing van het bezoeksrecht, daar de tegen dus al gedreigd had van naar Spanje te vertrekken, kregen we toch geen toestemming ervoor. Dus hij kreeg zijn bezoeksrecht om de 14 dagen. In Venetië is een expositie van start gegaan van 7 jonge Vlaamse kunstenaars. De tentoonstelling heeft plaats in de rand van de bekende kunstbiennale. En dat is niet naar de zin van onze Franstalige landgenoten, want zij zijn de officiële Belgische vertegenwoordigers op die biennale. Maar minister De Waal legt die Waalse kritiek naast zich neer. Wie dit jaar naar de kunstbiennale van Venetië gaat, moet er als Vlaming niet schrikken. Ons land wordt er inderdaad vertegenwoordigd door de Franse gemeenschap en dat hoort ook zo. Want om de 2 jaar is het de beurt aan de andere taalgroep.